It's a kind of magic. It's a kind of magic. Mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering van No Limits 2. Yeah! Okay, people, let's go to work. En de eerste achtbaan die we gaan doen is Riot. Ik heb weer allerlei achtbanen uitgekozen. En die hebben jullie massaal opgestuurd via de Gmail. En dat betekent dat ik dus die attracties ga bereiden. We gaan 3 attracties bezoeken. En we gaan beoordelen en samen met jullie in de comments welke coaster het schopt van deze 3. De eerste achtbaan heet dus Riot en ik zie dat het wel een launch coaster is. Maar we lopen gewoon, dit is gewoon een level. En we gaan hier, de achtbaan gaat al vertrekken zien jullie. Maar wij gaan netjes lopen. Doen we fast track entrains? Natuurlijk, ik ga niet heel dat ding lopen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dit is gewoon de fast pass. Hoppakee, we skippen heel die shit. Oh, we kunnen kiezen. Front row, all rows. Front. We gaan natuurlijk naar de front. Heel leuk dat ze dat ook kiezen. En yes, we nemen plaats. We zitten aan de linkerkant van het karretje en we zijn net op tijd voor Riot. Ik ben heel benieuwd. Deze coaster vormgeving is al een plus 1. En de achtbaan ziet er nou al fantastisch uit. En daar gaan we! Wow, jongens. Dit is heel gaaf al. Wat een vloeiende baan en wat een heerlijke track. Ongelooflijk. Custom sports gedaan. Fantastisch. Dit is voor mij al de 3e keer dat we over de kop zijn gegaan. Wauw, dit is echt fantastisch gedaan. De 4e keer. Jeetje. Een remgedeelte en dan gaan we nog een stuk. Wat een lange achtbaan, joh. Vlak langs het water. Oh, dit is echt prachtig. Wow. Extra lanceerstuk. Nou, dit mogen ze best wel in het echt namaken, zeg maar. Dat zou ik zeker niet... Oh, dit is heel gaaf. Wat een lange achtbaan, jongens. Oh, yo. Oh, en een 5e keer over de kop. Ongelooflijk. Dit is echt ongelooflijk. Ik ga gewoon op de achtbaan lopen. En... dit was echt fantastisch. Hier kwam de achtbaan. Ik vond het echt een fantastische track als ik het zo moet je kijken. Nee, dit was echt fantastisch. De volgende achtbaan waar we tegen gaan nemen, dat is namelijk de Wonderland. Klinkt wel heel apart. Riot. Een riot is meer een gevecht of een rel, dacht ik. Een riot. Zoiets. Of een bende, ik weet het niet meer. En Wonderland is natuurlijk een wonderland. Weet je wel, dat klinkt heel kinderachtig in plaats van Riot, stoer. Kijk maar even een achtbaan wezen. En we zitten in Wonderland. En wow, crap. We zitten gewoon gelijk al in de achtbaan. Dat is even gaaf, hoeven we niet te lopen. En wat gaat gebeuren? Het plateau onder ons gaat weg. Het is een hangachtbaan in de sneeuw. Ik zie daar links ook nog een achtbaan. En wat een hele aparte kleuren. Ja, ik zou er zelf niet voor kiezen, maar... Al fijn, het is wel... ziet er goed uit. Ik kan me herinneren dat deze achtbaan... Volgens mij hebben die wel eens meer gedaan in een aflevering. Het kan zijn dat ik per ongeluk eentje heb verwisseld in een verkeerd mapje. Dat zou kunnen. En alsnog is het wel gaaf om gewoon nog een achtbaan te zien natuurlijk. Ik heb een commentaar gekregen, Vincent, ga een keer weer je eigen achtbaan maken. Daar moeten we gewoon een keer voor zitten. Ik moet daar persoonlijk met Tim even een keer voor zitten. Want Tim kan me uitleggen hoe je een achtbaan maakt. En dan gaan we er zeker weer eentje maken met elkaar. En dit is heel erg creepy. Wow. Wee! Holy crap. Dat is echt heel raar dit. Dat gevoel lijkt me zo raar. Wow. Wat een snelheid. Ongelooflijk. Wow, en hier komt een kronkel. Ja, daar gaan we. Oh. Jeetje, jongens. Oh, dit is eng. Dit is echt creepy. Wow. Oh, fantastisch. Ja, dit is geweldig.
beetje remmen, want we zitten echt nog wel hoog hoor. Want deze achtbaan heeft echt flinke snelheid. Heel gaaf gedaan. Ah, dit is echt fantastisch. Dit wordt een hele lastige keuze ook voor mij. En dan ook nog de derde achtbaan. Wauw. En wat een lange baan. Echt niet normaal. Nog even over de kop. Net als die andere achtbaan, ook op het einde. Ging die ook over de kop. En hier is het eindstation. En het ziet er ook heel leuk uit. Ik vind het wel heel leuk gethematiseerd als ik het zo allemaal zie. En er is nog een achtbaan. Die heeft ook een flinke snelheid. Die gaat ook echt niet normaal hard en hoog. Kijk wat een daling in die heeft, joh. Die gaat gewoon echt recht naar beneden. Maar die gaan we niet doen. Die hoort niet bij deze, bij dit level. We gaan de laatste achtbaan doen. Dat is de flashback. En we zitten meteen in deze attractie. Wat? Wat? Is dit de bedoeling? Ik wacht gewoon maar even wat er gaat gebeuren. Wat? Wat de fuck gebeurt er? Gaat dit achteruit? Oké. Okay. Dit is heel raar. Maar deze achtbaan gaat dus... Oh! Holy crap, dat is gaaf. Holy crap, dat is gaaf gedaan. Haalt hij dit? Oh! Dit is heel apart. Oh, er zat een bug, zag je dat? Wat? Oké, okay, we worden gewoon weer omhoog getakeld. Oh, nee! Wat? Wauw, dit is heel bijzonder. Oh, net hoor. Wauw, dit is echt heel bijzonder. Dit hebben we nog niet gezien in No Limits. Een hele lange track, een hele lange achtbaan. Dit is echt een heel bijzonder iets. Wel vond ik jammer dat je hier een foutje zag. Even een minpuntje, maar dat heb je, hou je altijd hier binnenin. Kijk, dit stuk, dit kan niet, hè. Dit is wel een aanzicht ik heb het opgenomen en het zag er niet zo heel netjes uit. Maar wel echt gaaf gedaan. Dit is een hele bijzondere baan. Een hele korte, kleine. Mensen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan namelijk hier in het midden van het scherm. En... tik er even op als je wilt. Vergeet ook niet like te geven en in de comments te typen wat je van deze, welke jij de beste coaster vond van deze drie. Tot de volgende No Limits video. Doei doeg!